Wat is de toekomst van de kerken in Pelhama's? Het aantal bezoekers loopt terug, elk jaar wordt verlies gemaakt en het draagvlak voor het geloof neemt af. De kerk in Pelhama's zit in zwaar weer. Om het toekomstbeeld te schetsen, stelde een werkgroep een kerkenvisie op. Belangrijkste conclusie, er moet nu iets gebeuren, want de kerken houden zichzelf niet meer overeind. Ja, we zijn naar 15 gebedshuizen geweest in Pelhama's. Het zijn alle 11 de kerken en 4 overige gebedshuizen. Wat viel daarin op? Vooral bij de kerken viel het op dat de verhalen die we hoorden is natuurlijk dat het dat de kerken, dat er steeds minder mensen naartoe gaan. En dat er wel iets moet gebeuren om het draagvlak in de gemeenschap voor de kerken, in ieder geval voor veel kerken, om dat te vergroten. Wat ons ook opviel is dat bij de overige gebedshuizen, bijvoorbeeld bij de Marokkaanse Aslam Moskee en dat daar ook wel zorgen beginnen te spelen. Dat hadden wij eigenlijk niet verwacht, maar dat staat wel beschreven ook in het rapport. Dus. Elke dorpskern heeft momenteel een kerk in Pelhama's. De kerkbezoeken liepen al terug, maar tijdens de coronacrisis is dat nog verder gedaald. De komende jaren moeten de parochieclusters en het bisdom op zoek naar nieuwe invullingen voor de gebedshuizen. De belangrijkste aanbeveling van de samenstellers van het rapport is het vergroten van het draagvlak en het uitbreiden van de activiteiten in de kerken. In het rapport wordt niet gesproken over welke kerken moeten gaan sluiten. Wel wordt er een verdeling gemaakt tussen de verschillende kerken in de gemeente. De overige drie kerken, de kerken van Echel, Koninklust en Kessel-Eik, hebben een stuk minder cultuurhistorische en beeldbepalende waarde. Wij zijn desalniettemin wel belangrijk voor de aanzien of voor de lokale geschiedenis van het betreffende dorp. Vaak zijn de huizen ook opgebouwd rondom de kerk in die kleine dorpen. In ons rapport hebben we eigenlijk meer een driedeling gemaakt. Je hebt in Pelhama's, je hebt een viertal rijksmonumenten, kerken, die zijn rijksmonument. Dus daar hoeft men zich wat betreft de toekomst niet veel zorgen om te maken. Ook niet qua aanpassingen, want die zijn beschermd. En die andere, dat zijn geen rijksmonumenten. Dat zijn een paar worden waarschijnlijk gemeentelijk monument, maar er zijn er ook bij. Die hebben verder geen enkele status. En die discussie die gaat nu komen. Ja, wij hebben wel wat sturing gegeven en wat voorzetjes gedaan. En wie lezen kan, die lezen, zoiets. Maar de echte beslissingen erover, die gaan leeg komen te staan. Hè, die worden onttrokken aan de eredienst. Hè, tussen nu en een paar jaar moet daar duidelijkheid over komen. Dat het ons niet gaat lukken om alle kerken in alle kernen open te houden. Ja, het is simpelweg onbetaalbaar, maar dat wist u ook. Dus dat is geen nieuws. Dat wist u allemaal. Dat zijn feiten. Maar tegelijkertijd ben ik hier vanmiddag om u te vertellen dat ik hier niet als missionaris naartoe ben gekomen om te werken als curator voor monumentenzorg en nog niet om kerken te sluiten. Nee, dan kon ik beter in Colombia blijven. Nee, dat is ook niet onze missie. Ik ben hier niet voor een van deze twee opdrachten. Onze missie en onze visie, dierbare dames en heren, is nog steeds dezelfde van 2000 jaar geleden, van toen onze kerk begon. Onze missie en onze visie is de verkondiging van het evangelie, van de blijde boodschap. Als er een proces op gang komt waarbij de eigenaar gaat bepalen wat er gebeurt, zit er heel snel in een rationeel proces. En we moeten juist in een sociaal proces om uit de gemeenschap te krijgen en draagvlak van de gemeenschap te krijgen om met die gebouwen om te gaan. Het gaat hier dus om 11 katholieke kerken en daar speelt het vooral. Bij de moskeeën is het probleem niet zo groot. Bij de Koninkrijkszaal is ook geen probleem voor de toekomst, financieel of wat draagvlak betreft. Maar bij die 11 katholieke kerken wel. En er zullen er een aantal, die gaan dicht. En een aantal andere krijgen een nevenbestemming. En ik weet niet of er gesloopt kan worden. En wij denken dat het goed is dat je een team krijgt van een aantal mensen die heel goed in die materie zitten. Die het historische, misschien ook het economische aspect, financiële aspect. Die goed overzicht hebben van wat is nodig hier. Wat zou de functies kunnen zijn. Wat maatschappelijke behoeftes. Als je daar een team voor formeert van 3 of 4 of 5 mensen. Ik denk zelf in orde van die grootte. En dan gaan er hopelijk lokaal dingen zich ontwikkelen. Voor nieuwe bestemmingen, dan kunnen die lokale mensen kunnen gewoon terugvallen. Dat is een klankbord, dat is ook een stukje expertise, die mag ik hopen, die verstand van zaken hebben. En die kunnen die weer voeren. En dan loopt dat hele proces waarschijnlijk een stuk makkelijker. Mogelijkheden voor een invulling zijn het realiseren van woningen, culturele ruimte of het laten vestigen van horeca.
Wanneer een gebedshuis verdwijnt, moet er in elke kern wel een ruimte blijven om een kaars te branden. Zo staat in de kerkenvisie. En nu is het eigenlijk aan alle gemeenschappen zelf verder te gaan met dit traject. Wat gaan we nu doen met de kerken en hoe gaan we de toekomst in? Wordt een hele opgave. Het wordt een hele opgave, ja. Ja, dat is een beetje net ook op ons symposium vanmiddag. Aan de ene kant is het een beetje een soort dat sterfhuisidee. Hè, ja. En aan de andere kant, wat de laatste spreker opmerkte, daar kunnen ook weer nieuwe... Kan er nieuwe energie ontstaan. Er kunnen nieuwe ideeën ontstaan waar we misschien nu nog niet eens weet van hebben. Waardoor je in één keer vanuit een soort negativisme ook een hele andere houding gaat ontwikkelen. En ik hoop het laatste natuurlijk. En ik hoop ook vooral als historicus dat zoveel mogelijk van de panden dat die gewoon blijven bestaan. Maar goed, de nuchterheid gebiedt ook om te zeggen van er zullen ook dingen gaan veranderen voor sommige panden. Dat kan niet anders.